juniores die gingen hier om 12 uur van start. Die beelden komen er zo meteen wel aan. En we hadden daar geen Tom Meeuwsen aan de start. Geen Tom Meeuwsen, maar wel deze mannen. Drie leiders. Ramon Sinkeldam, een Nederlander. Dan de kampioen van Nederland, dat is Boy van Poppel. En hier is Kevin Kant, eerste Belg in de wedstrijd. Dries Pauwels, jammer voor hem, Meeuwsen is er niet. En hij kan er niet van profiteren om punten te scoren. In de aanloopstrook brak zijn ketting in tweeën. Dries Pauwels hopeloos achterop. En in de uitslag zal hij pas 25e eindigen. Deze Boy van Poppel is veel te sterk voor Ramon Sinkeldam. Sinkeldam een eerstejaars junior. En Kevin Kant heeft dat ook begrepen. Hij rijdt hier naar de derde plaats. Wel heel knap, want hij gaat een goede zaak doen in de tussenstand voor de superprestige. Zegen voor Boy van Poppel, de zoon van de ex-groene truiwinnaar uit de Tour de France. Voor Ramon Sinkeldam, derde was Kevin Kant. Vincent Bastaans en Van Kompernolle eindigden 4-5. Adams zesde. Adams staat nu tweede in de tussenstand van de superprestige. Meeuwsen, afwezig hier, blijft leider. Ook beloften hebben hier uiteraard al hun opwachting gemaakt eerder op de dag. En bij die beloften, zeer interessant, u weet dat Niels Albert daar alles al won dit jaar, er is Lars Boom. Stibar gaat als eerste het veld in, maar we zien er al een valpartij achteraan van de Duitser Heidman, denk ik. En vooraan hier, in de rode trui, dat is de kampioen van Nederland, Lars Boom met Niels Albert. Vooraan moeilijk stukje hier. Boom, aan zijn allereerste cross van het jaar bezig, technisch nog niet zo goed, maakt hier een langere weg en Albert die gaat daar meteen gaan lopen. Typisch scenario van heel het seizoen, eerste ronde, Albert weg, Pauwels ziet het gevaar, probeert te reageren met Stibar, de wereldkampioen, en met Lars Boom. Maar Albert die is weg, Boom organiseert het verweer met Pauwels, met Stibar. En wie komt er daar? Nog een groepje met Rob Peters, met Drucker, de Luxemburger. We herkennen ook Van IJzendoorn, Van Amerongen en nog wat verder Jan Soetes. Hier langs de plas, door het zand, door het water, Niels Albert. Het gaat als vanzelf bij de man uit Tremelo. De achtervolgers hier, het trio, ze blijven steeds met z'n drieën bijeen. Stibar, Pauwels en Lars Boom. En we merken dat Boom het toch moeilijk blijft hebben. Het is natuurlijk, ja, het is niet alleen een eerste cross. Het is ook een beetje wennen aan het materiaal natuurlijk. Maar zie met die lange benen kan de Nederlander snel terugkomen. Het is het wapen van de ex-Europese kampioen. Vorig jaar was hij Europees kampioen. Dit jaar heeft Niels Albert die titel van hem overgenomen. Stibar trekt daar even door. En dan gaat Boom in de aanval. De anderen gaan niet rap genoeg. Pauwels probeert te reageren, maar Stibar die zit er een beetje door. Hier nog verder achterop, de kampioen van België met Van IJzendoorn, Peters, Drucker, hard op de tanden bijten. Maar dat moet ook Niels Albert doen. Hij heeft al 7 keer gewonnen dit jaar. Denk niet, het gaat als vanzelf. Ook Niels Albert moet werkelijk hard afzien. We zijn hier in de materiaalpost met de twee achtervolgers, Boom en Pauwels. Boom die wisselt, Pauwels doet dat niet en Pauwels die gaat lopen. Want hier is een gat van 10 meter, dit moet Boom dichtkrijgen en dit lukt hem niet zo makkelijk. Het is ook wel zo dat Boom ja, in volle conditie opbouw is. Hij heeft een volledig wegseizoen gereden, alle klassiekers. Ronde van Vlaanderen, Parijs-Roubaix, Luik, Bastenaken-Luik. Een schitterend wereldkampioenschap in Madrid gereden. En dan ja, rust nemen en dan opbouwen, niet eenvoudig. En wat zien we hier? Laatste ronde, Albert. En we zien daar Pauwels nog sterk terugkeren. Ja, zo vanzelf gaat dat toch ook niet voor Niels Albert. Die een beetje ja, te nonchalant misschien die laatste ronde aan het ingaan was. Maar dit zijn hier de laatste 100 meter die hij aan het rijden is. Pauwels komt te laat. Niels Albert wint nog maar eens. Dit is heeft er 7 gewonnen, heeft er 8 gewonnen. Dit is zijn 9e voor de Europese kampioen. Nog maar eens superprestige winst na Ruddervoorde. Gestel, Gaveren, ook nog wereldbekerwinst in Kampen. Hij won ook in Pijnakker het Europese kampioenschap. Ja, hij won alles natuurlijk. En ze zijn allemaal goed weg. De knecht als beste vertrokken. Welles al meteen naar de derde rij verwezen door Groenendaal. Welles geen te beste start. Uiterst rechts in beeld zit hij achter de rug van de knecht. Moet zich daar nu terug een weg naar voren banen achter Groenendaal. Uiterst links in beeld Camille van den Berg. Die neemt de leiding voor Page, Ausboer, Vervecke. Dat is de top 4 ongeveer. Maar het is nog wel een honderdtal meter te gaan voor ze het veld indraaien. En zie uiterst rechts in beeld Bart Welles maar spurten. Het gaat er werkelijk hard aan toe, zo'n start in een cyclocross. Ook Tom van Oppen murmt zich naar voren. Zlamalik uiterst rechts in beeld. Geeft daar een duwtje aan Groenendaal. Wie neemt als eerste die bocht? Het is Camille van den Berg voor Groenendaal. En hier dan de rest van het pak met achteraan een paar Polen. Ook Frank Groenendaal en een Duitser.
en Camille van den Berg de leiding. Daarjuist zagen we Heitman tegen de grond gaan. Hier iedereen goed gepasseerd. Van den Berg, dan Erwin Vervecke. Vervecke in tweede positie. Groenendaal, Page, Van Toerenhout, De Knecht, Dlaschk. Geen Nijs te zien voorlopig. Geen Sven Nijs te zien voorlopig. Jawel, daar is hij in 7-8e positie ongeveer. En iedereen goed weggekomen tot dusver. Dus even kijken waar de manoeuvres van Bart Welles toe geleid hebben. Waar zit Bart Welles? Hier nog eens even overlopen allemaal. Welles niet te veel vooraan, zo rond de 10e, 15e positie. Hier van den Berg Vervecke. Groenendaal, Van Toerenhout, De Knecht, Zlamalik, Page, Nijs, Franzoy, Dlask. Ook van op een Komijne. Hier is Bart Welles met de Paul Tsikos in het wiel. Hier zien we nog eens die start en die verbeten blik op het gelaat van Bart Welles. Slechte start genomen, hè Mark? Ja, ik weet ook niet wat ik daarvoor moet denken, omdat ik heb duidelijk gezien dat hem echt op zijn tanden moet bijten om in die positie te blijven. Dus hij kon zelfs niet één man opschuiven. Maar laten we voorlopig even afwachten dus. Hier zit hij alleszins al goed mee in het spoor van de Duitser Orban. En de ploegmaat van Orban, Camille van den Berg, trekt door. We zijn het gewoon van de man uit Beest. Een dorpje niet zo heel ver van hier, uit Gelderland. Enfin, niet zo heel ver. Beetje relatief natuurlijk. Het is ook vooral Jonathan Page die ook altijd goed start. Ja. En nu toch ook weer al... Page ook in Gaveren goed gestart en allebei al goed gefinished ook nog. In een cross op een parcours dat helemaal het zijn en niet is. Maar ik verwacht ook een klein beetje iets vandaag van David Komijnen. Die is toch ook stilletjes elke week een beetje aan het beteren is. En gisteren ook niet gereden. Misschien vandaag. Hier even opletten en zien hoe iedereen hier doorgaat. Het is een van de moeilijkste stukken uit het parcours. Heel diepe geulen. En het is vaak een kwestie van de juiste geul te kiezen. Van den Berg alleszins aan het sukkelen. Verliest daar zijn leiderspositie. Vele stappen al hieraf. Hier Nijs die fietst. Knap. Technisch meesterwerk van Sven Nijs. En Vervecke die de leiding heeft overgenomen. Erwin Vervecke, de allereerste winnaar op dit parcours. In Gieten wordt al 30 jaar gecrossed, maar op verschillende parcoursen is hier al gereden. 10 jaar of 11 jaar zijn we hier al en Erwin Vervecke was de eerste winnaar hier op dit parcours in de Staatsbossen. En wel eens in het wiel van Nijs. Dat is ook een beeld dat we vandaag dikwijls gaan zien. En dat zal wel vorderen naar de wedstrijd verder gaat. Ze gaan kiezen om te rijden of te lopen. De ene gaat iets rapper zijn misschien met lopen. En dat gaan we vandaag toch dikwijls zien op die spectaculaire stukken. Alleszins Van den Berg heeft de leiding van Vervecke opnieuw overgenomen. En Gerben de Knecht, die dit jaar ook heel goed start, altijd prima weer mee in derde positie voor Van Toerenhout, zijn toekomstige ploegmaat. Ja, er werd gezegd, de Knecht gaat naar AVB, ploegmaat van Tim van Uffel worden, maar nee, hij gaat naar Sven Nijs en Van Toerenhout en Groenendaal. Serieuze ploeg wordt dat. En zie Camille van den Berg hier freewheelen, maar freewheelen is het niet. Dit is het zandstuk op het parcours. Ja, dat is eigenlijk een beetje veranderd tegen verleden jaar. Dus normaal rijden ze daar rechtdoor en dan recht omhoog. Nu hebben ze daar een paar lusjes ingelegd. Hetgeen dat het toch wel iets spectaculairder maakt. Niet alleen voor de renners, maar ook voor het volk. Ze kunnen daar twee lussen meer zien. Voilà, ze rijden nu even terug omlaag en normaal waren ze daar verleden jaar al weg. Het valt mij ook op door het slechte weer van de afgelopen dagen dat het zand vrij bereidbaar is. Dat is ook zo, omdat hoe meer regen op zand komt, hoe harder het eigenlijk wordt. Dus ze rijden dat gewoon aan, want hier rijden ze omhoog. Normaal moeten ze hier omhoog lopen. Dus en, ja, misschien in het voordeel een beetje van de renners, maar het zal toch nog vrij lastig zijn. Zeg. En Jonathan Page, heel goed in het zand ook. Nog 2 weken en hij moet zijn Amerikaanse titel verdedigen. Ja, toch ook een algemeen beeld van de laatste 2-3 wedstrijden. Sven van Toerenhout die toch stilletjes ook aan het beteren is. Zlamalik, die gisteren nog in Kolín in Tsjechië aan de slag was, werd daar geklopt in de spurt door Kizivat. Zlamalik rijdt hier in 5e positie. De man in de rood-zwarte trui van Otor, Tsjechisch fietsenmerk. Hier Groenendaal, man die dit parcours ook door en door kent. Heeft hier uiteraard al gewonnen. Waar heeft Groenendaal nog niet gewonnen? Dit is ook een nieuw stuk op het parcours. Dat is, normaal draaien ze gewoon naar links de baan op, maar nu moeten ze even naast de baan nog om het parcours misschien iets groter te maken. Ja. En dat kan misschien een
goed hulpstukje zijn in het verder verloop van de wedstrijd, omdat ze elkaar hier kunnen dubbel zien. Als er iemand een voorsprong genomen heeft, dan kan hij dat perfect zien natuurlijk. Ja, de jonge Šimunek ook mee vooraan hier. De tweede Tsjech, dat is de derde Tsjech, het Lask. Drie Tsjechen toch mee vooraan bij dit groepje van 10. Geen Bart Welles. Ja, het was een raar beeld ook in het begin. Dus iemand die zo op de tanden moet bijten om in die startpositie te komen. Maar we kennen Bart en alles kan nog veranderen. En we zien de rondetijd exact 6 minuten. Dan is het rekenwerk snel gemaakt, want de chronometreurs hebben op onze vraag de chrono ingedrukt bij het overschrijden van de aankomstlijn. Wat zoveel logischer is natuurlijk. Dus 6 minuten wedstrijd, dan rijden we exact 10 ronden. Hij zat toch wel heel ver, Bart, nu, hè? Vond ik. Maar ja, we weten niet wat hem al voor gaat. Hij kan al materiaalpech gehad hebben, een slippertje gemaakt dat we niet gezien hebben. Ja. Ook de knecht is, heeft zich iets laten verrassen. Hier komt de achtervolger, Bart Welles, met Tom van Oppen, met Wim Jacobs, met Ausboer, met Davy Komijnen, met Orban. Hier komt Marius Gil. Hier nog achtervolgers met Wieland van Gils, Peter van Sandvliet zit erbij, Bart Dirks zit er ook bij. Hier nog Polen met Korzeniewski, Ronald Mutsaars, de Nederlander. En hier de lange man, dat is Ryan Trebon, de challenger voor Page op het Amerikaans kampioenschap. Maar voorlopig gaat het beter met Jonathan Page. Vooraan de kop van de wedstrijd. Ik dacht dat Gerben de Knecht zou platgereden zijn, denk ik, omdat hij zijn voet uit zijn pedaal deed om die bocht te nemen. En normaal gezien, als je geen lekker band hebt, zou je dat niet moeten hebben. En misschien een verklaring waarom dat het nu zo ver zit. Ja, hij heeft hier net de materiaalpost kunnen passeren. Er is nog niks verloren natuurlijk, maar het is toch God geklaagd wat Gerben de Knecht dit jaar overkomt. Aantal lekke banden, ze zijn niet meer te tellen. Ja, als je zegt begin pech te hebben, ja, dan houdt het soms niet op. Maar het probleem is nu een klein beetje, je valt nu een kloof. En hier gaan ze zeker niet wachten. En je moet er toch maar elke keer maar terug toe fietsen. Ook Dlaschke is aan het terugkomen. Dus de twee mannen van Rabobank aan de leiding. Richard Groenendaal en Sven Nijs. Drie mannen van Rabobank, drie verschillende truitjes van Tournuit. Dan krijgen we een eenling van Fidea. Dat is Erwin Vervecken. En dan Page, Franzoy, Zlamalik, Van den Berg, Šimunek en Dlaschke. En dan een serieus gat op het groepje met Gerben de Knecht. Ja, Van Oppen is ook niet mee, heb ik gezien. Komijnen niet. Knecht die dan die achterstand opgelopen heeft, Bart Welles. Er zijn toch nog een paar mannen die toch misschien nog iets zou kunnen maken vandaag. Je ziet dan waar je staat met je theorieën vooraf. Hier even opletten, het moeilijk stukje weer. Groenendaal aan de leiding, allemaal de buitenbocht nu. Behalve Zlamalik die de binnenbocht neemt. Van den Berg voet aan de grond. En hier liepen de beloften naar boven, ook Niels Albert, maar alle profs fietsen hier. Is dat werkelijk het krachtverschil, leeftijdsverschil? Ja, zeker en vast. Niels is heel goed bezig, maar hem niet vergeten, hij blijft maar 19 jaar. En dan is het ook normaal dat je die spieren nog niet kunt hebben en die kracht zoals die mannen. Maar hij doet toch wel dingen al die normaal gezien voor iemand van 19 jaar nog moeilijk zijn. En dat is toch het bewijs dat hij een talent is gewoon. Hij is super, hij is top. Ik denk dat ze in Nederland blij zijn met dit beeld. Drie mannen van een Nederlandse ploeg die op kop rijden. Ja, met de kampioen van Nederland erbij. Ja, hij trekt gewoon de lijn een beetje door van de laatste weken ook. Ook stilletjes aan het beteren. En dan een cross in Nederland, ja. Daarom dat ik ook zeg in Zaandam, het WK in Zaandam, binnen een maand of twee maanden, dan gaan we die mannen toch zeker nog wel terugzien allemaal. Ja, en hij kijkt om. Hij ziet dat het hier al misschien kan gebeuren, die eerste grote schifting. Want wat ronde 1 teweeg bracht, ja, dat waren 10 man weg van de anderen, maar toch nog niet definitief. Hier kan hij proberen met een groepje 3, 4, 5 man wegraken. Wanneer daar nog twee ploegmaats bij zijn. Geen idealer scenario mogelijk. En Sven Nijs, die gaat over Groenendaal nu in het zand. Technisch, feilloos, perfect hoe jij dat doet. Groenendaal ziet het gebeuren en laat het gebeuren. Ja, je ziet ook direct wie de dirigent is, hè, dit seizoen. Dus duidelijk weer een klasseverschil. Wow, nog eens een keer goed doortrekken. Nu doortrekken inderdaad, die beklimming bergop, waar vroeger gelopen werd.
En hier kan je inderdaad het verschil maken. Boven komen aan de helling en dan zit hij erin dood en dan nog eens een tandje bijsteken. En dat is hetgeen Sven Nys op dit ogenblik aan het doen is. We gaan naar het einde van ronde 2 en Sven Nys zorgt hier voor een tweede grote schifting. Dit zijn de momenten waarop het gebeurt. Kiest een iets beter spoor misschien dan Groenendaal die wat dicht bij de afsluiting zat. Ja, maar dat is ook het verschil in beter zijn momenteel. Dus iemand die beter is, ook beter het parcours. Alles heeft met elkaar een beetje te maken. En hier, ja, nu is Groenendaal terug erbij. Maar dat stuk, vooral zoals jij zei, als je boven komt en hij kan dan nog eens doortrekken, dan maakt het verschil. Maar ik denk dat hij nog eventjes gaat wachten nu. Hij heeft gewoon al gevoeld, ik ben hier vandaag weer top. En nu gaat hij gewoon de koers een beetje dirigeren en zelf toelaten hoe lang dat ze mogen meerijden met hem. Ja. Van Turnhout moet toch al een serieus gaatje laten? Nou, je ziet vooral, hij heeft nu eigenlijk 30 of 40 meter heel rap gereden. En alles ligt door elkaar. En we zien intussen Bart Welles voor onze neus passeren. Het was blazen wat hij deed, maar echt slecht zag hier toch niet uit, hoor. Hier einde van de tweede ronde voor de twee leiders. Sven Nys en Richard Groenendaal. En we zien het ook meteen een veel snellere ronde, 15 seconden sneller dan de vorige ronde. Daar komt dan Van Turnhout. Dan Page die omkijkt. Kom Vervecke, help mij een beetje. Ja, Page is ook iemand die heel snel start, maar dan toch stilletjes wegzakt naar die 8e, 9e, 10e plek elke keer. En ja, Simonek moet het ook. Die is ook aan het begeven. Maar de knecht is aan het terugkomen met Zlamalik. Terugkomen, het is relatief, want de kloof tussen dit kopduo en Gerben de Knecht bedraagt zeker een seconde of 15. Groenendaal heeft precies teken dat hij zijn bril kwijt was, dat hij een bril vroeg of zoiets. Van het opspannend nat in zijn ogen. En Franzooi weer prima mee. Hier Simonek. Gisteren opnieuw onderuit gegaan in Kokseide. Had ook al het probleem in Pijnakker, bebloede knieën. Maar ondervindt er geen hinder van. Hier Groenendaal die... Tja, is dat een kwestie van bril? Ik weet het eigenlijk niet, omdat hij hem zo aan zijn ogen deed. Omdat het kan iets anders zijn ook. Dat gaan we hem zobiet misschien wel bezien. Van Turnhout intussen bijgehaald door Vervecken en Page. En deze twee vergroten hun voorsprong op dat trio. Dat trio dat een quintet kan worden, want Franzooi en Van den Berg die pikken ook terug aan. Bril weg voor Franzooi. Er is niet het publiek in, dat is zijn materiaalman. De knecht die toch weer een goede wedstrijd gaat rijden. Die gaan we nog terugzien van voren. Ja, hij panikeert ook helemaal niet, hè, Gerben de Knecht. Nee, ook vooral omdat hij weet dat hij goed is. Iemand die goed is, die panikeert niet rap. En een klein beetje met het geval van Sven Nys. Hij bepaalt zelf wanneer hij aanvalt. En iemand die dat, of die zich zo goed voelt, ja, die moet gewoon niet panikeren. Hè. Hier Bart Welles. De challenger, Bart Welles. Is er misschien aan het doorkomen? Ja, we weten ook niet wat hij voor het heeft. Heeft hij misschien weer de verkeerde keuze gemaakt in het begin met materiaal? We weten het niet. Heeft hij kettingproblemen gehad? Misschien een aflopende band al, of leeglopende band de eerste ronde. Maar het beeld van in de start... Ja, neem over. Je bent niet goed zeker, zegt Sven Nys. Het is nog ver, hoor. We hebben 3 ronden gedaan, we hebben er nog 7 te gaan. Wat is goed voor de spanning. En kijk eens Franzooi. Voor hem gaat het niet snel genoeg bij de achtervolgers. Enrico Franzooi, de Italiaan uit Mogliano Veneto, alleen in het verweer nu. Achter het duo Nys-Groenendaal. Ja, die heeft ook een beetje de moraal gekregen verleden week in Asper. Ook op een vrij lastig parcours. Toch op podium gereden. En ja, heeft ook misschien het gevoel van ik moet hier niet bij die mannen blijven. Ik ben goed genoeg. Ik krijg ook stilletjes vleugels. En dit is ook een parcours waar dat je echt eigenlijk niemand niet nodig hebt om in het wiel te zitten. Je kunt gemakkelijk heel dat parcours op kop afrijden omdat het zo technisch is. En zoals we al gezegd hebben, één slipperke maken kun je beter op kop maken dan in het wiel. Hier de gesprekken tussen de twee ploegmaats. Ze kennen elkaar door en door. Maar of ze echt voor elkaar door het vuur nog gaan, dat weet ik niet.
Het probleem eigenlijk een beetje is voor Sven Nys eigenlijk. Hij is gewoon heel het seizoen de beste. En dan verwacht ook iedereen dat hij maar het meeste werk moet doen. Maar we blijven erbij. Sven kan ook eens een mindere dag hebben. Hè. En iedereen vindt het ook maar logisch dat Sven alle werk doet. Ja. Maar zo werkt het eigenlijk niet. En kijk ook, ronde 3 was exact even snel als ronde 2. En over het algemeen is een ronde 1 nog heel snel. Dus het vertelt veel over de snelheid waarmee deze twee ploegmaats rondgereden zijn. Het vertelt ook eigenlijk ook hoe goed dat Groenendaal is. Want Groenendaal heeft het meeste werk van die ronden op zich genomen. Dus. Kijk eens, Mark. Eerlijst in Gieten. 5 keer Sven Nys gewonnen. Niet te geloven. Bart Welles in zijn superjaar 1 keer. Maar voor de rest altijd ook wel goed geweest. Groenendaal heeft 2 keer gewonnen. Van der Poel 1 keer. Van der Poel zelfs meerdere keren ook. Die cross is voor de eerste keer georganiseerd in 1976. Toen won Hans Stekers, niet meteen de grootste man. Maar Van de Wereld was toen tweede. Henny Stamsnijder derde. Dat zijn al grotere namen. Hans Stekers altijd amateur gebleven. Maar het is pas van in 1989 dat deze wedstrijd als vervanger van de cross van Os in het circuit van Etienne Gevaert gekomen is. Maar ook niemand anders van een ander land gewonnen. Alleen België of Nederland, dacht ik. Ik wil dat voor jou wel eens even proberen bekijken. Alleszins in de superprestige won hier enkel een Belg of een Nederlander, dat klopt. Vervecke, Herijgers ook, De Bie. Pontoni nooit gewonnen. Pontoni heeft hier nooit gewonnen. Thomas Frischknecht is hier wel wereldkampioen geworden bij de amateurs in 1991. En Radomir Simonek, senior, werd hier wereldkampioen bij de profs. Ook in 1991. Dat was wel op een ander parcours. Hè? Inderdaad, dat was in het Hemelriek, iets verderop. Ook in 1980 heeft hier een Duitser gewonnen, Rainer Pausch. Dat kan een kritiekmoment nu zijn. Even opletten. Ja, inderdaad, die materiaalpost. Ja, Sven Nys heeft niet gewisseld en Richard wel. En zo is ook Paulus weggegaan van Boom. Maar ik heb wel gezien dat Richard wel een goede dag heeft vandaag. Zodat hij zich zomaar niet gaat neerleggen bij deze situatie. Maar het is alleszins belangrijk dat ze het hier allebei gezien hebben. Dat je hier een slechte zaak doet door in die materiaalpost te gaan. Dus laatste ronde niet meer hier wisselen. Misschien door een andere materiaalpost. Er zijn hier dus 2 materiaalposten. Ja, en zeker niet uit tweede positie wisselen. Dan kun je beter de koppositie nemen en dan eraan binnen gaan. Maar zeker niet uit tweede positie, want dat hebben we gezien wat er nu gebeurt. En nu laat Sven misschien nog wel een mogelijkheid om Richard te laten terugkomen. Maar als dat in de laatste ronde is, ja, dan... Dan is Sven Nys ribbe de bie. Maar zover zijn we nog niet. Even kijken hier of we de anderen zien, want die moeten daar parallel passeren. Inderdaad, daar zien we de anderen komen. En dat lijkt me toch een serieuze kloof, hoor. Franzooi intussen wel terug bijgehaald door Sven van Toerenhout. De Italiaan langs de vijver. De Knecht is er toch ook al terug bij, voilà. En ook Jonathan Page nog altijd goed bezig. Als hij dat kan volhouden, dan redt hij hier sowieso zijn beste superprestigewedstrijd ooit. Ik zie ook aan Germen de Knecht zijn broek dat hem ook al gevallen is. Vervecken en Bart Welles is aan het terugkomen met Tom van Oppen. En Simonek is daar. Ze sluiten, ze komen allemaal een beetje bij elkaar. Ver achter deze twee inmiddels toch al wel. Zij komen hier opnieuw in de laatste rechte lijn bijna. Parallel aan de laatste rechte lijn. Nog 150 meter en dan draaien ze 180 graden. Daar ligt iemand tegen de grond. Franzooi inderdaad. Het is een hoekje waar we al veel renners hebben tegen de grond zien gaan. Ja, ze zijn ook al wat sporen gereden. En soms is de fiets meer baas dan jij. En dan kwak en dan hangt in het lint. En dan leder. Jammer voor Franzooi. Ik heb het gevoel dat Sven Nys hier technisch beter is, maar dat Groenendaal heel goed klimt. Vrij soepel bergop gaat. Ja, qua sterkte denk ik dat Richard vandaag iets sterker is. Kijk eens, helemaal alleen, Mark. Ja. Gerben de Knecht gaat alleen in de achtervolging nu. En dat moet ook wel... dat loopt goed af voor Gerben de Knecht. Ja, dat is ook zo. Hij heeft een tempo genomen nu dat 1 of 2 per uur hoger ligt dan daarnet. En hij wil dan ook die zandstrook zo goed of zo snel mogelijk nemen. En misschien met een klein beetje risico en voilà. Een kleine hapering. En, ja.
dat is jouw koers. En, maar dan kunnen de benen wel in één keer van ontploffen. Kijk nog eens. Ja, van eerst uur. Ik kwam iets te snel in het zand aangereden, denk ik. Wow, iets. Hoe zeggen we dat? Dus de kop gaat rapper als de benen of de fiets. Dus. De tweede ja. Nederlander in de koers. Dan hebben we het er ook over Gerben de Krijf. Maar het zijn de twee heren die nou bij je zijn, Kees. Nijs en Groenendaal. Oh, die is zeker niet in met open wonden. Dat is de beide koplopers die het voorwiel aan het achterwiel gezet. Ja, ja dat is het, dat, het is een beeld. En we zullen gewoon moeten afwachten, denk ik, tot een van de laatste ronden. Om te weten wie die wedstrijd gaat winnen. En Jan-Albert Krans. Kreeg daar zijn uur van glorie. Langs het mooie boskant hier naar voren komen. Dan zien we zo dadelijk. Tom van Oppen, we zien hem eigenlijk graag op de fiets. Zo schokken en. Ik was ook een bestuderen zijn gezicht, zo een beetje van hij rijdt daar precies zo heel nonchalant bij, zo van, ja, ik zit hier wel in, kijk, ik zit hier wel in dat groepje, zo, maar. Hij is toch niet slecht, hè? Nee, gisteren ook in Kokzijde uitstekend, een tweede plaats behaald. Je hebt soms een indruk, zoals nu bevuild, alleen maar het gaat hier precies niet rap genoeg. Ik heb hier nog wel, ik weet niet hoeveel ouderschot, zo. Die indruk heeft dat soms ja. Wel, hè. En ze zijn stilletjes in het beseffen dat er een podiumplaats weg is. Oh, je zit nog speed achter, hè. Ja. Ja, het is ook, het geeft wel, geeft hem zelf ook wat moed dat hij ziet dat hij vlot wegraakt van die anderen. We zien ook dat Wim Jacobs aan het sterven is. Niet bij die andere, niet bij Vervecke en wel eens zijn ploegmaat raakt. Waar zit Jan Verstraten? Wel, Jan Verstraten is ook van Fidea niet gestart vandaag. Krijgt enkele weken vrij af. En op zich is dat een goede zaak. Renner die uit vorm is, die moet eigenlijk rusten. Maar vaak is het moeilijk. Je staat onder druk. Je hebt contracten getekend. Dit is de periode van het jaar waarin je geld moet verdienen. Maar je kan beter zeggen, nee, ik stop ermee. En dan 3 weken contracten verliezen. En dan begin je opnieuw met een achterstand. Maar het seizoen is echt nog niet gedaan. Hè. Nee, je kunt ook een seizoen wel perfect plannen en voorbereiden. Maar dan wil het nog niet zeggen dat het zo loopt zoals jij wilt. Want Jan zal er zeker ook alles aan gedaan hebben om het seizoen goed in te zetten en goed af te maken. En het valt dan eigenlijk van de eerste keer al een beetje tegen. Waaraan, ja, dat zal Jan beter weten dan wij, maar misschien dat nu met die 3 weken rustperiode of ja, vakantie zal het zeker niet zijn, maar het zal gewoon een herstelperiode zijn. Iets minder trainen, een beetje het lichaam laten rusten en dan terug beginnen aanzetten, misschien met achterstand of zeker met achterstand en dan hopen dat je terug doorkomt naar de kampioenschappen toe. Kijk ook eens hoe een straatvoorsprong Gerben de Knecht heeft op het groepje Wellens. Het pak ligt hier serieus uit elkaar. Groenendaal die kijkt, nee, nog geen de Knecht te zien. Sven Nys, help je mij een beetje? Nee, ik help je niet. Je hebt het mij al zo vaak gevraagd. Ja, Groenendaal is ook Hasselt nog niet vergeten. Hè. Daar reed hij toch 17, 18 seconden weg van Sven Nys. En Sven reed dat er op een halve ronde dicht. Dus hij weet ook van hoe goed dat Sven is en hoe goed dat hij ook kan terugkomen. En daarom zal hij proberen toch Sven af en toe de kop op te dringen. Ja, moeilijk stukje. Ja, daar gaan we het van afhangen, van de fouten van die ze maken. De achtervolgers zagen hem nog net even rijden. En ook hij kan nu aan het moeilijk stuk beginnen. Voor onze neus stapt intussen de neef van Richard Groenendaal, Frank Groenendaal, uit de wedstrijd. Achtertube afgelopen. Ja, we zien toch ook een beeld eigenlijk buiten Sven Nys en nu Richard Groenendaal, dat de rest toch redelijk aan elkaar gewaagd is. En Pagey verwondert mij toch nog wel een klein beetje vandaag ook. Omdat, meestal moet hij dan de rol lossen, maar nu blijft hij er toch goed aanhangen. En ik weet niet of dat techniek zijn sterkste vak is, maar hij doet het toch redelijk goed hier. Hij wordt beter en beter, Mark. Ja, met jaren. Ja, altijd zo onopvallend in die topcrossen tussen 10 en de 15e plaats eindigen. Maar
doe het maar, hè. Doe het maar. Zeker op een cross zoals in Gaveren vorige week. Waar het toch mooie 12e was gisteren in de Duinen. Zwak deelnemersveld misschien, maar toch 7e plaats, Jonathan Page. En hij is Amerikaan, hè. Dat is nog specialer, hè. Ja. Dat maken we niet dikwijls mee, zoiets. Nee, ze zijn hier met twee aan de start verschenen. Ryan Trebon, de boomlange Amerikaan. Dus die gaat tegen de 2 meter. Is hier ook, maar doet het niet zo best hier in het Gietense zand. Want het gaat wellicht tussen die twee renners voor de nationale titel. En voorlopig ziet het er voor Page beter uit. Page die interesse geniet van Yartazi. Yartazi is op zoek naar renners natuurlijk, want John Gadret verdwijnt naar AG2R. Ook Stijn Penne verdwijnt daar. Ze hebben dan inmiddels al Jan Soetes gecontracteerd. En nu hebben ze een oog laten vallen op Jonathan Page. Iemand waar je zeker altijd je publiciteit mee kunt halen. Ja, Page is een snelstarter, hè? Dus meestal eerste, tweede, derde weg. En dan heb je die publiciteit toch weer al. De vraag is natuurlijk op die Stars and Stripes trui, komt die publiciteit daar zo goed op uit? Maar dat is ons probleem natuurlijk. Daar zullen ze wel iets van maken, zeker. Daar hebben ze ontwerpers voor, om daar iets prachtig van te maken. Ja, zeker een kledingfirma zoals Yartazi. Goed, maar we kijken naar Gerben de Knecht. Ook hij verandert van trui, dus niet naar AVB van Hans van Kasteren, wel naar Rabobank. En heel in de verte zien we Bart Welles helemaal in aarde bewegen om toch weer dichter te komen. En kijk naar dat wegdek ook. Het ligt hier echt vuil, smerig. Je wordt kletsnat. Je krijgt koud. Ja, deze stuk weg, dat ligt er nu toch wel echt slecht bij. Dat heb ik nooit zo slecht geweten. Want normaal is dat een harde weg die goed aangereden is, waar veel auto's overrijden. En nu is die eigenlijk helemaal kapot geregend. Of ja, het zal wel met de sneeuw te maken hebben die ontdooid is. Met Sven van Toerhout ging die weg. En jij kan zo meteen zeggen of ze ook echt weg zijn dat het. Ja, ze zagen ze nog net rijden. Sven Nys zag nog Bart Welles. De man die hem zou uitdagen vandaag. Maar het zal voor een volgende cross zijn. Maar ze houden wel de Knecht in het vizier. Hè. Ja. Ja, ik schrijf Bart nog niet af voor het podium. Zeker niet. En de Nederlandse tv-kijkers mogen ook niet klagen. Twee Nederlanders bij de top 3. Het is ooit anders geweest in het veldrijden. De laatste 2 jaren. Nog 3 ronden te gaan als ik mijn berekeningen goed heb bijgehouden. 3 ronden voor Gerben de Knecht. En nog 3 ronden en 50 meter voor Bart Welles en Sven van Toerenhout. Ja, Sven van Toerenhout is ook al blij, denk ik, dat hij kan meegaan met Bart. Want hij vraagt misschien wel om over te pakken, maar hij gaat het niet kunnen, denk ik. En Tlaschk, hij verzwakt eigenlijk ook in de loop van het seizoen, vind ik. Zo sterk begonnen aan het jaar. Misschien ook de parcoursen die hij heeft. Tlaschk is iemand die graag snel rijdende parcoursen heeft. Ja, en zie je hem afzien. Het is dat ik ook net wou zeggen. Ik denk dat hij meer een renner is om snelle droge omlopen. En ja, het is nu echt winter aan het worden. En de crossen zijn stilletjes aan het veranderen. En dat speelt denk ik in het nadeel van Tlaschk. Maar herinner je het wereldkampioenschap in Tabor, waar hij 2e was achter Vervecken? Het was hard, bevroren, bereidbaar, maar toch gedooid volledig. Ja, maar toen was Tlaschk ook echt wel goed in vorm. En hij rijdt dan ook in zijn eigen thuisland. En daarom denk ik ook naar Zaandam toe al dat we een vrij spannende cross gaan krijgen. Vooral met Groenendaal, de Knecht. Die het onze Belgen toch daar zuur gaan maken, denk ik. Ja. Hier nog een Duitser gedubbeld. Want ik heb zelfs daar straks een hele goede Lars Boom gezien al voor zijn eerste wedstrijd. En dan denk ik vooral aan Zaandam al. Ja. Dit is Stenzel, 40-jarige Duitser. Ik denk dat we in Zaandam niet moeten verschieten, denk ik, dat Lars Boom dat mee gaat doen voor de titel tegen Albert. Dat durf ik nu al zelf zeggen. Ja, zeker als je ziet van waar Lars Boom komt. Maar Niels Albert zal wel verstandig. Ja, en een valpartij van Sven Nys. Je zag het een beetje op een slechte plaats. Probeerde hij af te stappen. Het was eigenlijk. Ja, het was niet echt ideaal. Het was niet verstandig wat hij deed. Nee, en daarom zie ik ook, zoals ik al zei, van over enkele minuten, dat hij niet echt, denk ik, vandaag een echte goede dag heeft. Ja, ofwel stap je af, ofwel blijf je op je fiets. Maar hij bleef een beetje zoals een vrouw van een fiets stapt.
Ja, hij wou eigenlijk hangen op het pedaal. Ja, hij wou eigenlijk in snelheid afstappen. En dat was niet echt de goede plaats aan. Want kijk, die gleuf wordt gewoon dieper. Hè. Hier ga ik het nog maar. Ja, maar dit been, nu moet je afstappen. Ja, dit was te veel aan. Hij maakte die schattingsfout. Maar het is makkelijk gezegd natuurlijk. Ja, natuurlijk. En hij mag ook fouten maken natuurlijk. Ja, maar we zijn het niet gewoon van hem. We zeggen wel, hier moest hij afstappen. Maar mocht hij daar afgestapt zijn, dan schot zijn voorwiel misschien ook wel weg. En dan lag hij ook op de grond. Het is allemaal makkelijk gezegd, want het ligt daar, tv bedriegt, het ligt daar slechter bij dan wij nog zien. Nee, maar voor ons geven het wel aan, dus dat zijn kleine foutjes die over winst en verlies bepalen. En het geeft ook aan dat hij dus vandaag die mindere dag gewonnen heeft. Maar je ziet ook dat Groenendaal niet heeft kunnen profiteren van het foutje van Sven Nys. Vooral ook omdat hij ook afstapte. Hij liep ook en hij had hem de buitenkant genomen. Hij moest dan ook meer meters maken. En dat is dan weer nadelig. Denk ik. En achter de knecht zien we een hergroepering met Vervecken, met Van Oppen, Van Toernout, Lask en Bart Welles. Page die volgt iets verderop, hebben we gezien. Dan moest het op een sprint aankomen. De aankomst is zeker lang genoeg om uit het wiel te komen. Ook belangrijk. En wie van de twee is de snelste? Ik denk Sven Nys, maar als een sterke Groenendaal, het is niet altijd de rapste die wint. Het kan ook de sterkste zijn. Voilà, Bart gaat ook nog eens aan de tessen. En we zien heel in de verte Wim Jacobs, die zich ook nog een plaats in de top 10 aan het rijden is. Wanneer Wim Jacobs geen pech heeft, hier Jonathan Page. Ja, het is ook een kwestie van positie kiezen in een groep zoals nu Bart Welles hier. Hij weet ook als hij de laatste ronde op kop ingaat. Ja, dan, als ik een slipper kan maken, dan pik ik gewoon terug in tweede of derde positie aan. Maar als er de tweede een slippertje maakt, ja, dan ben ik weg. En dan ben ik vierde vandaag. Ja, Richard heeft nu toch het commando genomen. En neemt het risico gewoon niet om Sven op kop te laten rijden nu. Omdat hij ook weet, als ik een slipper kan maken, ja, dan is Sven gewoon weg. Het is een goede tactiek. Maar of dat gaat helpen, dat gaan we binnen enkele minuten zien. Ja, en in de achtergrond hoeft hij niet te kijken. Het gaat tussen deze twee om de overwinning. 5 van de 8 manches in de Super Prestige zijn we dan ver intussen. En Sven Nys of Richard Groenendaal, alleszins Rabobank boven vandaag. Daar valt niks aan te doen. Een van beide renners wint. Intussen hebben we hier al de top 15 zien passeren. Dus de laatste Super Prestige punten zijn verdeeld. Ik zeg u nog, we zagen achter de knecht Vervecken, Van Oppen, Van Toernout, Lask en Welles passeren. Dan Page alleen, Jacobs alleen. Wel in 11e positie reed Franzoy met Van Gils. En dan zagen we nog Van Sandvliet, Šimunek en Zlamalik. En dan iets verder nog Thijs Al, mountainbiker die beginnen crossen is. Hier even opletten, technisch moeilijk stukje. Groenendaal, voeten uit de voethaken. Oeh, kiest daar een beetje het slechte spoor. Maar blijft op de fiets, blijft op de fiets. Nu trekt Sven Nys door waar hij het daar net deed. Groenendaal blijft goed in het wiel en allebei zijn ze afgestapt. Het was hetzelfde spoor waar Nys dan net gevallen was. En als ik van Richard had geweest, ik had gewoon het commando genomen tot achter de zandstroken. En dan even op die lange weg naar Sven gekeken en dan, ja, dan moet ze het zelf onder elkaar maar uitmaken. Maar dan had hij toch minder risico moeten nemen. Nu mag je dat wiel niet meer lossen natuurlijk. En nu nemen ze geen risico meer, nu gaan ze altijd weer lopen. Nou, hier hebben ze altijd gelopen, dit klein stukje. Schoof daar iets weg. Sven Nys loopt hier vrij snel, vind ik. Ja, gaat de materiaalpost in en nu Groenendaal ziet dat, maar gaat er nog niet te veel voorsprong. Nee. Ik denk dat Sven de fiets genomen heeft met iets harder tube nu om de sprint in te gaan. Daarom dat hij ook iets versnelde in het lopen. Hij had dat ook tactisch bezien. En ja, hij moet natuurlijk dat zand nog goed doorkomen met die tubes. Hè? Ja, het is niet echt heel lang zand. Hè. Het zijn maar enkele meters zo, die echt los liggen. En ik denk dat je gelijk hebt. Je ziet dat zelfs, dat de tubes van Groenendaal inderdaad platter staan dan die van Sven Nys. Voor een spurt is dat van onwaarschijnlijk belang. Sven moest dat precies nog even uit de pedaal in de bocht, in het zand. En Groenendaal kijkt niet om. Een gat van 4 meter, nee, raakt niet weg. Het gaat een sprint worden. Richard die pakt gewoon het commando. En, ja,
zeker niet verrast geworden van Sven Nys. Ja, nog drie rechte stukjes. Twee stukjes slechte weg en één stuk asfalt. En we weten wie deze cross hier in Gieten wint. Groenendaal of Sven Nys. Groenendaal aan de leiding op dit ogenblik. Ze zijn de laatste pakweg 500 meter ingegaan. Ik denk dat Richard ook beseft heeft dat Sven iets harder tube genomen heeft. Omdat hij hier misschien niet echt een gatje moet laten. Maar Richard probeert dat ervan profiteren. Maar Sven is slim genoeg om dat niet door te laten. De killer blik in de ogen. Ja, ook dit is nog een lastig stukje. Zijn ze goed gepasseerd? Ja, nu zit Sven natuurlijk in de beste positie. Hè. Om uit het wiel te komen. Jill gedubbeld daar. De kampioen van Nederland en de wereldkampioen. Zij moeten het hier onder elkaar uitmaken. Sven gaat alleen nog moeten opletten om de baan op te draaien met die iets harder tube. Gaat Sven Nys hier voor de zesde keer winnen in Gieten? Of gaat Groenendaal voor de derde keer die superprestige cross winnen? We zeggen het ook al, kampioen van Nederland geworden op dit parcours. Spurt nu in volle gang, Groenendaal. En Sven Nys uit de klikpedalen, maar hij geeft het nog niet op, hoor. Hij geeft het nog niet op. Foute spurtmanoeuvre van Sven Nys. En daar komt hij terug. Groenendaal aan de leiding. Sven Nys is aan het komen, maar hij komt te laat. Groenendaal wint voor Sven Nys. Is Sven Nys te kloppen, ja. Hij sprint met de handen weer bovenop het stuur. Inderdaad, ja. Maar daar ligt het natuurlijk niet aan. Mooi dat hij nog probeerde terug te komen. Hij komt te laat. Groenendaal wint en hij is daar heel blij om. En het is hem absoluut gegund ook. Er wint eindelijk nog eens een niet-Belg een superprestige wedstrijd. En Erwin Vervecke valt hier intussen voor onze neus ook. Hier de nummer 3, Gerben de Knecht. En met de vallen hinderde Bart Wallis. Een beetje. De Knecht, derde. Dit is zijn derde podium in de superprestige cross. Hier, Dlask, die zal het podium net missen. Ja, Wallis en Page die kunnen terugkomen is door die val van Erwin Vervecke. Ook spannend hier nog voor die ereplaatsen en die superprestige punten. En die Jonathan Page, dat is een rappe spurter hoor. Maar moet natuurlijk nog tot bij Bart Wallis raken. Hier Vervecke die echt uitgeteld is, heeft zich allicht pijn gedaan ook. Bart Wallis die spurt naar de vierde plaats. Wallis en de Knecht, ze zouden hier het vuur aan de schenen leggen van Sven Nys. Wel, ze hebben het niet gedaan, maar Groenendaal heeft hier gewonnen. Bart Wallis wordt vierde. Jonathan Page, alsjeblieft. Een Amerikaan, vijfde in een superprestige cross. Nooit vertoond. Erwin Vervecke, zonder die valpartij, zou hij vijf wedstrijden op rij vijfde geëindigd zijn. Maar nu dus een zesde plaats voor Erwin Vervecke. Ja, heeft pijn, bebloed, linkerbeen. En Sven van Toerenhout pakt de zevende plaats. Daarmee hebt u het belangrijkste gezien, de eerste zeven posities. Het gaat hier nog een tijdje duren voor iedereen binnen is. Maar veel renners al gedubbeld uiteraard. We zijn hier met zo'n man of 45 gestart. Hier Wim Jacobs, die de achtste plaats pakt. Is dus nog teruggekomen. Vorige ronde reed hij nog in de tiende positie. Hij is ook conditioneel stilletjes aan teruggekomen, want hij heeft toch enkele slechte weken achter de rug. Dik was 20ste geweest, 18e. Ja. Abnormaal slecht. Hier Enrico Franzooi en Wieland van Geels. Zal zeker ook niet blij zijn, Franzooi. Maar ja, als je één fout maakt, is het bijna onmogelijk om ze terug goed te maken. En ik heb er misschien overgekeken, maar ik heb Tom van Noppen niet zien binnenkomen. Maar ik ga ervan uit dat hij toch nog binnengekomen is hier. Shimunek en dan nog een spurtje van Sandvliet, iets rapper dan Zlamalik. Groenendaal, wat moet dat deugd doen zeg? Zeker, winnen is mooi en zeker hier voor eigen volk. Mooie cross denk ik. Het is alleen jammer dat er zo'n pietluttig sprintje over moet beslissen wie er wint. Ik denk dat we goed aan elkaar gewaagd waren vandaag. Zo'n pietluttig sprintje? Ik vond het een leuk sprintje. Ja, maar ik ben liever iemand los uit het wiel te rijden. Maar dat valt bij een goede Nys niet mee, denk ik. Gaf je jezelf veel kans in de spurt? Want we hadden ook gezien dat Sven Nys een andere fiets genomen had. Allicht met het oog op die spurt? Ja, misschien, maar ik ben normaal geen echte rappe sprinter. Maar ik denk dat we toch redelijk een zware koers zijn.
Ik dacht, ik draai op kop en dan moet ik maar wachten. Ik hoorde net van dat hij zijn pedaal schoot. Maar nu moet een beetje mazzel hebben natuurlijk. Had je de hele wedstrijd de indruk dat hij niet zo goed zat? Of zat jij gewoon heel erg sterk? Ik was gewoon heel goed. Ik denk, ik zeg al dat we goed aan elkaar gewaagd waren. En dan de sprintje moest erover beslissen. Weet jij hoe lang het al geleden is dat er nog een niet-Belg een superprestige gewonnen heeft? Dat weet ik niet, maar ja, dat doen ook heel veel Belgen mee altijd. Hè. Ja, 27 wedstrijden was dat al geleden. En daar heb jij nu voor gezorgd? Ja, dan ben ik de laatste geweest, denk ik. Voor Sala? In 2002, ja. Dat klopt. Ja, ja. Hoe deugd doet dat nu? Dat die... Wat zeg je? Het is maar goed dat Groenendaal er nog is. Inderdaad, inderdaad. Was het ook voor jou een beetje een prestigeduel? Want Gerben de Knecht is de laatste weken heel erg goed bezig en trekt de Nederlandse aandacht een beetje naar zich toe. Ah, hij trekt de aandacht. Hij rijdt gewoon goed, dus hij verdient die aandacht. En, ik heb wisselvallig gepresteerd. Goede wedstrijden met slechte wedstrijden afgewisseld. Maar nee, zeker niet. Het doet me alleen maar deugd. Kijk, het is altijd gesproken over de Belgische hegemonie. Maar de laatste twee weken staan we toch al met deze drie op het podium. Zowel een pijnanker als hier. Dus dat is een goed teken voor ons. Dat belooft voor het wereldkampioenschap dat ook in Nederland gereden wordt. Ja, ik denk dat ook voor ons ook dit jaar een hele uitdaging is en een stimulans om ervoor te gaan. Ja. En die Sven Nys dan toch niet onklopbaar? Niemand is onklopbaar. Oké, bedankt Richard Groenendaal en nogmaals gefeliciteerd. Groenendaals tweede overwinning van het jaar nog maar. Hij won in Woerden. En hier is Gerben de Knecht. Hier is Gerben de Knecht. Derde plaats. Tevreden Gerben? Ja, niet helemaal. Ik reed de eerste ronde lek net naar de materiaalpost. En ja, daar verlies ik gewoon de koers mee. Ik rij rondes lang eigenlijk in mijn eentje hetzelfde tempo. En, ja, die lekke band kost me gewoon de aansluiting bij Richard en Sven. Dat houdt niet op, hè, die pech voor jou? Nee, het zit niet mee. Ja, in ieder geval nog een podiumplek is nog iets, maar ja, ik had deed dat er meer in had gezeten. Ik kwam terug, toen ben ik te lang in die groep met Welles blijven zitten. Die reed te langzaam en ja, terugkomen zat er gewoon niet meer in. Maar had je de indruk dat je die twee had kunnen bijhouden zonder die pech? Ja, ik rijd vijf rondes net zo hard, zelfs iets sneller. Dus die had ik wel bij kunnen houden. Ja, daar heb ik echt wel, daar geloof ik echt wel. Goed, wat ook blijkt, en dat had jij voor de wedstrijd gezegd, die Sven Nys is niet onklopbaar, hè? Nee, dat blijkt wel weer. Die is ook wel te kloppen, dat heb ik altijd al gezegd. En nou gebeurt het een keer. Denk je dat dat er iets mee te maken had, dat hij gisteren al zo sterk doorgetrokken had? Nou, hij zegt zelf dat hij gisteren niet alleen maar getraind heeft. Maar nou ja, ik voel mijn benen van gisteren natuurlijk ook nog wel. Richard was vrij fris, maar het was gewoon een lastige wedstrijd en Richard verdiende winnaar is. Oké, bedankt Gerben de Knecht. We gaan eens naar de man ja, die dan geklopt is. Sven Nys, het moest er eens aankomen. Had je het verwacht dat het vandaag zou gebeuren? Die kans was heel groot. Hè. Als je ziet wat een zware koers we gisteren hebben gehad. Ik heb me daar redelijk goed gespaard, maar tegen Richard die heel fris is en die gemotiveerd is om in zijn eigen land te winnen, dan moet je daar rekening mee houden dat je kunt geklopt worden. Maar ik was zeker niet de mindere van hem. En hij had ook het gevoel dat ik een paar keer serieus kon prikken. Maar hij kon goed tegendoen. En dan heb ik alles op de spurt gezet. Nog een fiets gepakt met een paar banden die iets harder stonden. Maar dan schiet ik uit mijn trappen. En dan is het, toen kwam ik nog terug, maar de finish lag iets te kort bij. Hoe kwam dat je uit die trappedalen, uit die klikpedalen schoot? Hoe komt dat? Dat gebeurt één keer in de zoveel. En dat is, je zet heel veel kracht op dat stuur, op die pedalen. En, ik ging misschien iets te wild te keer en te veel pk's in één keer misschien. Maar dat is koers, hè. Dat is jammer. Voel je jezelf de hele wedstrijd goed genoeg? Want we zagen je ook eens vallen, ook eens een foutje maken. Duidt dat daarop dat je iets minder was? Ik was zeker niet minder als andere wedstrijden. Richard was ook goed. Maar er zijn een paar stroken bij waar je sowieso al eens een keer een fout maakt. Ik denk dat Richard ook een paar keer net op zijn fiets is gebleven. Maar dit is gewoon het parcours. Sturen moet je hier heel goed kunnen en goed oppassen. Ik heb daar ook een keer serieus doorgetrokken en toen merkte ik dat ik een kloof kon slagen, maar hij kwam dan gemakkelijk terug en dan heb ik alles op de spurt gezet. En het is jammer dat je zo de koers moet verliezen, maar het is niet anders. Als jij dan geklopt wordt, dan is de logische vraag, was jij minder of was Groenendaal gewoon zo sterk vandaag? Want normaal rijd jij half koers ongeveer van iedereen weg. Ik denk niet dat ik van Richard vandaag kon wegrijden, maar dat heeft ook te maken met de koers die ik gisteren al in de benen heb. En voor mij was het goed dat hij het tempo mee zo hoog hield. En de concurrentie voor de superprestige zat achter mij. Dus ik moest niet anders doen dan gewoon meedraaien. En dan zorgen dat Richard in de spurt klopte. En dat is net niet gelukt, maar ik doe een goede zaak in het klassement. En dat was mijn eerste instantie de bedoeling vandaag. Hier zien we de uitslag intussen. Groenendaal wint dus voor Nys de Knecht. Tom van Oppen vierde. Dlask afscheiden vijfde. En dan Welles Page zevende uiteindelijk. Vervecke achtste. Van Toernout negende. En
Wim Jacobs. Tiende, dat is de top 10. Elfde was, als ik goed gezien had, Enrico Franzooi. En dan hadden we nog op de 12e plaats Van Gils. Hier zijn ze, Šimunek van Sandvliet, Zlamalik. Zij pakken allemaal superprestigepunten. Dan de Tsjech Augsboer, de Nederlander Al, de Belg Van Uffel, de Belg Komijnen en de Duitser Urban. Zij vervolledigen de top 20. Ik zag ook nog Dirks op 21 en Mutsaars op 22. Maar dat is goed voor de statistieken alleen maar. Deze man heeft een en ander te vertellen natuurlijk. Heeft heel wat veldritgeschiedenis geschreven. Heel leuk dat hij zelf ook nog wist dat hij de laatste niet-Belg was die een superprestige cross gewonnen heeft. Dat was in Vorslaar 2002. De laatste niet-Belg of Nederlander, dat was Daniele Pontoni in 1997. Dat is dus al veel verder dat we moeten teruggaan. Maar ik heb het gevoel dat we daar ook nog wel eens geraken de komende weken. Met een Franzooi misschien, met een Dlask, je weet maar nooit. Want dat is onwaarschijnlijk lang geleden dat we dan een niet-Belg of een niet-Nederlander op het podium hebben. Pontoni overigens, de man waarover we het hebben, hij is aan zijn afscheidstournee bezig. Heeft al één wedstrijd gewonnen in Nagano vorige week. Rijdt vandaag in Rito, in de buurt van Kyoto. En dan is het echt wel gedaan, zijn veldritschool. De mensen gaan naar huis. Tijd om naar de tussenstand te kijken in de superprestige. Hoe ziet die eruit? Sven Nys blijft aan de leiding en hij vergroot zijn voorsprong. Hij heeft nu 6 punten voorsprong op Bart Welles. Bart Welles die een slechte zaak gedaan heeft vandaag. Slechte zaak ook in die laatste rechte lijn. Of de lijn nog voor de laatste rechte lijn eigenlijk. Waar hij mee gehinderd werd door die valpartij van Erwin Vervecke. De Knecht staat op 3. Hij stond ook op 3. Lask 4. Van Toernuit 5. Vervecke van Oppen. Groenendaal, die zeer slecht begonnen was, maar nu langzaamaan opschuift natuurlijk in dat klassement. Dus dat klassement, daar verandert vaak weinig. Omdat er maar het verschil tussen positie 1 en 2 is bedraagt 1 puntje in de uitslag en ook in de stand. Maar het maakt het er wel vaak spannender op. Neem nu dat Sven Nys volgende week pech heeft en buiten de top 6 finisht, dan is hij meteen ook zijn leidersplaats weer kwijt natuurlijk.